Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I Am Weather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op IamWeather.com. Goedendag. Tropische hitte staat op het programma, dus, ik denk dat heel veel thermometers, zeker op de zondag en zeker ook op de maandag, die tropische 30 graden gaan aangeven. Het is natuurlijk de grote vraag, krijgen we een hittegolf of gaan we dan toch weer terug naar Holland-Zomerweer? En hoe lang houdt dat dan aan, zeker nu ook september al wel weer in de buurt begint te komen? Gaan we dieper in in deze 30-daagse weersverwachting. En daarvoor pak ik eerst even het Amerikaanse weermodel erbij met de situatie van dit moment. Hoge druk ten zuiden van ons, lage druk juist ten noorden met bij ons een westelijke stroming. Vrij normaal Holland-Zomerweer, vaak temperaturen tussen 22 en 25 graden en af en toe een bui. Maar dat gaat dus komend weekend wel veranderen. Want dat hoge drukgebied gaat zich meer verplaatsen richting het centrale deel van Europa. Met bij ons een zuidelijke stroming tot gevolg. Waardoor zeker op zondag, maandag en dinsdag tropische temperaturen mogelijk zijn. Toch houdt dat niet heel erg lang stand. Want we zien dat lage druk toch wel dominant weer begint te worden. En dat die westelijke stroming er weer in begint te komen. Op die grens van die warme en koelere lucht, mogelijk ook enkele stevige regen en onweersbuien. Dat kan boven onze omgeving gebeuren, mogelijk ook iets verder richting het oosten, boven Duitsland en andere delen van Centraal Europa. Gaan we dan naar het einde van volgende week, dan zien we gelijk ook weer dat lage druk in de buurt blijft met die westelijke stroming. Af en toe wel een rug van hoge druk, waardoor we een iets rustigere dag hebben qua weerbeeld. Maar een langere periode met stabiel zomerweer, dat lijkt er dan echt nog niet in te zitten. Toch wel een positieve afwijking wat betreft de temperatuur voor die komende week. Natuurlijk door die hele warme dagen van maandag en dinsdag. Daardoor zo'n 1 tot 3 graden gemiddeld warmer dan normaal. 3 tot 6 graden boven normaal in delen van centraal en het oosten van Europa. Daardoor mogelijk 40 graden of meer in die regio's. Dat is bij ons dus niet het geval. Waarschijnlijk zien wij wel grote tweedeling. tussen dus het begin van de week en het einde van de week. En het begin van de week dus die tropische temperaturen. Lokaal tot 34 graden. Nou, dan zit je zomaar. 8 of 9 graden boven de norm. De tweede helft van de week gaan we juist weer meer richting normaal, richting die 20 tot 25 graden. En dan komen we gemiddeld op zo'n 1 tot 3 graden boven normaal uit. Toch zien we wel dat lage druk dominant is in de luchtdrukafwijking. Dat heeft dus met name te maken met die wisselvalligere tweede deel van de week. Daardoor zien we dat die westelijke stroming weer in stand wordt gezet en daarmee dus ook weer die toenemende buienkans waardoor de afwijking in neerslag toch ook wel positief uitslaat. Dat is niet het geval in delen van Oost-Europa en Zuid-Europa. Daar toch nog steeds op en top zomerweer. In ieder geval als je echt van tropische hitte houdt. Gaan we een weekje verder in de neerslag. Dan zien we eigenlijk weinig verandering. Opnieuw iets meer neerslag dan gemiddeld in onze omgeving. Toch wel een teken dat we dus nog steeds met zo'n westelijke stroming te maken hebben. Iets droger dan gemiddeld in delen van het zuidoosten van Europa. En dat zien we dus hier ook weer goed terug... Die blauwe kleuren, lagere luchtdruk dan gemiddeld in onze omgeving. Boven Scandinavië nog iets donkerdere kleuren, daar is de luchtdruk nog iets lager dan gemiddeld. Dus dan zien we ook goed terug dat we met die westelijke stroming te maken hebben. Het zou af en toe echt wel kunnen dat die stroming weer even kantelt naar zuid en dat er nog een dag tussen zit met 25 tot 30 graden. Maar ik verwacht toch geen hittegolf of iets dergelijks, dat zit echt niet in de verwachting. We zien dat juist ook goed terug in die week van 19 tot 26 augustus, dat we met westelijke winden te maken hebben. Want die temperatuur komt zelfs iets lager uit dan gemiddeld. Zo'n min 1 tot 0 graden ten opzichte van gemiddeld. Vaak nog wel boven die 20 graden. Maar de zomerse 25 graden wordt dan soms zelfs al lastig. Voor echt zomerse tot tropische warmte moet je naar het zuiden van Europa gaan afzakken. Italië, Spanje en delen van de Balkan, daar wordt met regelmaat die 30 graden gehaald. En lokaal zelfs wel even weer die 40 graden. Gaan we nog een week verder, dan zijn we inmiddels al aanbeland bijna in september. Weinig verandering opnieuw. De hitte houdt zich vast in het zuiden en centrale deel van Europa. Af en toe pikken wij daar wel even wat van mee. Die negatieve afwijking die verdwijnt dan wel alweer. Dus we kunnen wel weer richting die zomerse 25 graden gaan. Maar opnieuw zit een hittegolf of iets dergelijks dan er ook niet in de verwachting. In de luchtdrukafwijking moeten we eigenlijk dus ook die roze kleuren gaan zien, hogere luchtdruk dan gemiddeld boven het centrale deel van Europa, juist die blauwe kleuren op de Atlantische Oceaan waardoor bij ons die zuidelijke stroming op gang kan komen. En dat zit er ook in deze weken niet in. Eigenlijk is het een patroon wat zich al heel lang vasthoudt de afgelopen maanden. Niet heel veel lagere luchtdruk dan gemiddeld. Dus ik verwacht ook niet dat het echt verregend zal zijn. En dat zien we hier ook wel goed terug. Nauwelijks afwijking in de neerslag. Af en toe een bui. Maar zeker geen verregend begin van september. Qua temperatuur zien we wel dat die positieve afwijking weer meer richting onze regio begint te komen. Af en toe klapt die wind dus toch wel weer om naar zuid. zo'n 0 tot 1 graad boven normaal. Af en toe dus wel weer die zomerse 25 graden. Voor zomerse warmte dus opnieuw het centrale gedeelte en zuidelijke gedeelte van Europa. Daar is die warmte echt wel aanwezig. Samengevat, het is dus tijdelijk warm. Met name op maandag en dinsdag, die tropische temperaturen. Daarna gaat die temperatuur echt wel flink omlaag. Vaak wel nog steeds tussen 20 en 25 graden. Daarbij ietsje natter dan gemiddeld. Toch wel regelmatig buien die overtrekken. Maar tussendoor ook wel droge dagen. Op langere termijn, dus in de loop van september, die week van 2 tot 9 september, nemen de signalen voor een wat warmer weertype weer toe. Dus dan kunnen we waarschijnlijk weer rekenen op iets warmer weer dan gemiddeld. Tot de volgende keer!